Er is een behoorlijke breuk, want de GS van Zeeland hebben het beleid van hun eigen collega's afgekeurd. Dus dat is een enorme steun in de rug van de mensen die hier actie voeren. Maar het lijkt er niet op dat de provincie Groningen het Zeeuwse voorbeeld volgt. Als we gewoon kijken naar ook de financiële mogelijkheden van onze provincie, Groningen, ja, dan hebben we met dat loonbod wel ongeveer de grens bereikt. Na de bijeenkomst in het Groningse provinciehuis ging het per bus naar de collega's in Assen. Maar eerst een stop bij de Oostersluis in de stad. Om de actie publieksvriendelijk te houden mochten de brug- en sluiswachters niet staken. We hebben er eerder over gesproken, ook dat wij hier zouden blijven. En ja, het was wel een leuk gebaar dat ze hier langs deden. We hebben ook even dapper gezwaaid. En ik hoop dat ze succes hebben. In Assen werden de Groningers in Drentse stijl opgewacht. Binnen werd het moreel nog eens opgepept. Staken is soms leuk. De bonden hebben voor 16 maart inmiddels acties aangekondigd waar het publiek wel last van heeft, omdat dan iedereen staakt. Overleg tussen de 12 provinciebesturen heeft vanmiddag niet tot een verbeterd cao-bod geleid. Groningse provincieambtenaren bezochten vandaag hun Drentse collega's om de actiebereidheid hier aan te zwengelen. Ze kregen een warme ontvangst van een grote groep zeer strijdbare Drenthe. Een delegatie van het Drentse actiecomité staat al vol verwachting op de uitkijk als de stakende Groninger collega's met veel tamtam arriveren. Bij de Groningers is de actiebereidheid groot. En bij de Drenthe? Ik dacht heel goed. We hebben een vrij hoge organisatiegraad en de leden zullen in ieder geval allemaal meedoen aan de acties. En ik verwacht ook van de niet-leden dat de meesten mee zullen doen op de een of andere manier. Krijgen de mensen uit Groningen een warm ontvangst nou? De mensen worden zeer warm ontvangen hier. En ik hoop dat ze voor ons ook een beetje muziek mee hebben gebracht, zodat het hier nog een gezellig uurtje wordt. En gezellig wordt het in het Asser provinciehuis. Iedereen heeft zich inmiddels getooid met de actieaccessoires van de vakbonden.